Mag ik dan Jan-Witske de Vries citeren, toen zij nog gedeputeerde van Friesland was? Die zag voor Noorderlicht een grote rol binnen het hele cultureel gebeuren voor Friesland 2018 als reflector op internationale ontwikkelingen. En dat wij internationale ook ontwikkelingen en visies uit de beeldende kunst als een spiegel Friesland konden voorhouden. Als je nu kijkt naar deze tentoonstelling, dan gaat het nadrukkelijk wereldwijd over elementen waar de mens beslag heeft gelegd op facetten van de aarde. De natuur, wat dat ook mogen zijn, die wordt zelfs eenmalig afgebroken. Als ik dat nu koppel naar een artikel wat afgelopen weekend in de Leeuwarden Courant heeft gestaan, 3-4 pagina's over hoe dood de weilanden in Friesland zijn, dan is deze tentoonstelling een waarschuwing, ook aan de Friese boeren, dat natuur, natuurbehoud, maar vooral respecteren voor leven wat ook niet zichtbaar is, heel belangrijk is voor een goede biodiversiteit. En hier in Friesland is die biodiversiteit, ondanks het feit dat het heel mooi en schoon uitziet, ondanks het feit dat het fantastisch toeven in Friesland is, als je onder het gras kijkt, dan is alles dood. En het gras is ook al bijna dood, want er is geen bloemetje meer te vinden. En in die context heeft deze tentoonstelling heel veel te bieden aan Friesland, maar niet alleen aan Friesland, ook aan andere geïndustrialiseerde landen, maar ook aan ontwikkelingslanden. Een waarschuwing, alles wat je uit de aarde haalt, kijk terug waarom je het eruit hebt gehaald en wat er van overblijft.